Ja, de kinderen vinden dit heel erg mooi om te zien. Maar waar wij dat vooral om doen, is dat we de kinderen willen laten zien welke mooie bedrijven Almelo heeft en welke beroepen er ook zijn. En dat er heel veel mogelijkheden en kansen zijn die allemaal benut kunnen worden. Maar als jij van huis uit soms de dingen niet meekrijgt, of als je andere beroepen gewend bent dan bijvoorbeeld het worden van bakker of kapster. Kijk, hier bij zo'n bedrijf, bij zo'n transportbedrijf, moet iemand de transporten regelen. Iemand werkt op de logistiek. Dus er zijn heel veel verschillende functies waar de kinderen in aanraking mee komen. Vertel eens wat je allemaal gezien hebt. Een bed in een vrachtwagen. Ja. En nog die ene met die vragen en die schoenen waar hun met die in de water gaan. Goed, dankjewel. Dan nog wat, heb je nog iets gezien wat je nog niet eerder gezien hebt? Ja, bij de eerste ronde hadden we met die dingen, ja, dat. En dan mocht je wat uitkiezen en dan had ik de helm gekozen en dan ging Amber ging het vertellen. En waar wat over verteld wordt. En op die manier kunnen ze zich een voorstelling maken van wat doen al die bedrijven nou? Ja, dus je hebt heel veel diverse functies en dan doen een kleine 30 tot 35 bedrijven doen elk jaar mee aan de Week van de Techniek. Dat is meestal de eerste week van november met een beetje een uitloop richting januari, afhankelijk hoe druk de bedrijven zijn. En op deze wijze komen die kinderen met de bedrijven, met beroepen en met heel veel functies in aanraking. Ja, dankjewel. Graag gedaan.